kasteel, het prachtige kasteel. Gravin Jeanne de Merode, de vrouw die dit kasteel 100 jaar geleden heeft laten bouwen. Gravin, jullie zullen misschien denken, op een kasteel wonen toch alleen maar koningen en koninginnen en prinsjes en prinsesjes. Nee, er kan ook een gravin wonen. Jullie hebben nog wel elke dag lekker eten op jullie bord. En die arme kindjes van vroeger, zijn huis staat te koop, ziet u het. Spijtig dat nu de gravin dood is, hè. Die zou er anders wel helpen voor zorgen. Ja? Mijn tante is hier getrouwd. Uw tante wat? Mijn tante is hier getrouwd. Die is hier getrouwd. En nu ga ik jullie door heel dit kasteel leiden. En dan mogen jullie je verkleden in de personages die hier ooit gewoond en geleefd hebben. Jij, het gravinnetje, want dat was een klein gravinnetje. En jij moogt de hoofdmeid zijn. Schootje afgegeven. In haar kasteel heeft hij een eigen kerkje laten bouwen. En een klein kerkje, dat noemen we een kapel. En dan kwam er elke dag een pastoor vanuit de abdij hier in de buurt de mis doen. En nadien gingen ze altijd samen ontbijten. In de maand mei, dan mochten de kinderen van school komen mee de mis vieren. Hier stonden allemaal stoeltjes. Stoeltjes voor de jongens, stoeltjes voor de meisjes. En daar stond een mooi ivoren kruis. Maar onder de oorlog hebben de Duitsers heel veel verwoest en gepikt. En dat kruisbeeld hebben ze ook gepikt. En hier stond een tabernakel, dat hebben ze ook gepikt. Een tabernakel, wat is dat? Een tabernakel is een mooi gouden kastje met een deurtje aan en een gouden stoel. Hier boven is een hele mooie schilderij en dan zie je dat de engel in het wit. Er komt weldra een babytje in je buik en het zal Jezus genoemd worden. De belangrijkste persoon van het kasteel, dat was dus gravin. Zij was geboren in het oude kasteel hier in de buurt. Maar een kasteel is tegenovergesteld. Heel groot, heel chic, heel licht van binnen, grote mooie vensters. Toen ze klein was, was die gouvernante haar babysit. Die zorgde voor het gravin. Gravinneke dan een lager schoolkind geworden was, zoals jullie, toen gaf zij les aan het gravinneke. Toen de gouvernante oud was, al 86 jaar, toen is ze gestorven. En toen heeft het gravinneke dit nonneke gevraagd om voor haar te zorgen. Maar normaal gezien was het de hoofdmeid die de meiden commandeerde. En zo kregen ze elke dag hun opdracht. En dan mogen nu de twee prinsesjes komen en de prins. Die kreeg wel elke dag bezoek van de mensen uit de buurt, van de arme mensen. En de burgemeester, de burgemeester zei ze. De architect en de werkmannen, die mochten. Want die heeft dat prachtig groot chic kasteel getekend op een heel groot blad. Maar toen was dat echt met de hand en dat moest allemaal echt tot in orde zijn. Dus je hebt goed gewerkt.
heel daarna gekregen. Ja, en die hebben met hun handen en cement en stenen, steen op steen, dit prachtig kasteel gebouwd. Dus een hele proficiat voor die werkman. Dit is de burgemeester, ik heb er juist gezegd, de meester van de burgers, de meester van de volk. De portier, die moest zorgen dat elke dag de poort los was, dat de deuren open waren. En vooral s'avonds moest hem ook zien dat alle lichten uit waren. Ja, daarin had een tuinman. Omdat hier buiten heeft ze heel veel, een groot park. Die pastoor die kwam hier elke dag de mis doen. En dan was daar een misdienaartje bij. Pastoor en kelk vol lekkere rode wijn. Dit is het bloed van Christus. Amen. Gezond, hè? Allee, drink het dus uit. Amen. Zie je die drinken goed zo prachtig van naast de pastoor? Twee handjes. Het is aan mijn Christus. Nu zijn we aangekomen in de salon van de gravin. Hier stond haar mooi chic rond salontafeltje. Daar rond zo'n mooie zeteltjes. En hier zat de gravin elke dag, elke voormiddag met haar bezoek. En ze hield vooral van fabels. En nu ga ik jullie eens een heel mooie fabel vertellen over de mier en de kreek. Er was eens een mier en die werkte van 's morgens tot 's avonds. Ging ze hier een blaadje pakken op haar rug en ze ging een holken naar. Ze ging weer terug, ze pakte weer een blaadje en ze ging een mooi huisje maken. En zo deed ze dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Die dacht in zijn eigen, die is zo slap als de achterste van een varken. Altijd maar werken. Het was koud en de mier zat in haar lekker huisje, lekker gezellig warm met heel veel eten. Ineens klopte er iemand op de deur en dat was de kweker. En hij zei, oh mier alstublieft, ik heb nog arme zonnekou, ik ben bevrozen van de kou. En ik heb ook arme zoon honger. En de mier had een goed hart en ze zei, kom binnen. Hier krijg je lekker bord, warm rijstpap en lekkere kruis. Mier, ik ben lomp geweest. Ik heb alleen maar genoten van het leven en ik heb niet gewerkt en nu heb ik geen huis kunnen. Nu heb ik kou en ik heb geen eten. Ja, ik ben lomp geweest. Ja? Dat is waar, zei de mier. Maar ik ben ook niet zo slim geweest. Want ik heb alleen maar gewerkt en gewerkt en huis gewerkt. En ik ben vergeten te genieten van het leven. Mag ik bij u hier heel de winter blijven? Dan zal ik u leren genieten van het leven. En dan heb je een vriendje. En heel de winter bleef de mier en de kreker als twee lieve vriendjes gezellig warm in het huisje wonen bij de open haard. Waar ze veel plezier maken. Jullie zijn nu kinderen. Jullie moeten nu spelen. En als het kan zoveel mogelijk buiten. Lopen. Achter de bal. Verstoppertje spelen. Fietsen. Skaten. In de bomen. In de bomen klimmen. Allee, echt spelen. Maar mijn papa die zit heel de dag achter die computer op zijn werk. En als hij thuis komt, dan zit hij weer achter de computer totdat hij gaat slapen. Die moeder achter haar computer om haar werk, maar die heeft wel nog tijd om met mij te spelen. Papi, dan heb ik heel veel geluk. Mijn broer, mijn mama en mijn papa die zijn er ook verslaafd. Ja, dat is erg. Probeer dat niet achterna te doen. Mijn mama die werkt nu ook en die moet
doet 5 keer per week achter de computer, want dan gaat hij werken. Maar in s'avonds dan hoeft hij dat niet meer, want dan mag hij rustig genieten en dan mag hij naar de tv. Is dit dus de gemeentezaal? Elke week komt de burgemeester met de schepenen samen. Af en toe dan trouwt er iemand. Wie wil ik vandaag trouwen? Oh, we moeten ook een poesje durven geven of een knuffel aan elkaar. Wil jij trouwen met Brent? Ja, ik wil. Brent, wil jij trouwen met Luna? Ja, ik wil. Ja, ik wil. En nu mag de bruid de bruidegom kussen. Oké, okidoki. Ja, wat dat bedoel? Mondjes toezeggen in de club. Van de kapel, samen met meneer Pascoal en de gouvernante. Ja? En ze gaan ze hier een gezellig ontbijtje maken. En kijken of de meiden beleefd zijn. Ja. Oh, stop, stop, stop. Proficiat, want soms... Kom in. Nu zou ik jullie eens willen iets vragen. Steekt uw vinger op als je het weet. Kaas, was er vroeger al kaas? Sosis, dat komt van varkens. Waren er vroeger varkens? Ja. Ja. Dus sosis van de varkens. Fruit en groente was er daar? Ja. Ja. In pistolies. Ja. Ja. En dit is een kast. Dat is een kei dure kast die heel veel geld waard is. Hebben de Duitsers, ze hadden ze nog 2 van die kasten. Onder de oorlog hebben de Duitsers de leger in. Een vogeltje. En wat vogeltje is dat? Een specht. Een specht. Wat is dat? Een vogelnest. Ja, een vogelnest. Mama met de baby's, hè? En wat is dat? Eikels. En hier? En nu, dat is de foto van de gravin op haar 56 jaar. Toen heeft ze dit prachtige kasteel laten bouwen. Ze heeft heel lang kunnen genieten van dit kasteel, want ze is op 91-jarige leeftijd gestorven. En dit was de slaapkamer van de gravin. De gravin had een belletje. Als die een probleem had, of die had iets nodig, dan belde die naar beneden. Staan, zodat je de deur alles kunt openen. Dit wordt leuk. Ik ga het niet. Nee, ik alsjeblieft een glaasje water, want ik heb dorst. Alsjeblieft. Dank u wel. Niet meer. S'avonds als het goed was, mochten de meiden in de tuin wandelen in het park. Maar als het donker was of als het regende, dan zaten ze s'avonds hier gezellig te babbelen en te lachen en te giechelen of te breien en een boekje te lezen. Oh, wat hadden ze hier veel plezier. En ze zaten nog niet op de televisie te staren, want dat bestond er nog niet. Botsten de op een avond de Duitsers heel hard op de deur. Oven die turen, open de deur, oven die turen. En toen zeiden ze tegen het gravinneke, je krijgt 1 dag en 1 nacht om te verhuizen. Om, hup, pak je spullen en maak dat geweest. En toen daar was ze zo ziek van geworden, dat ze 3 maanden nadien gestorven is van de. Maar 2 jaar geduurd en dat zijn allemaal stalen gewelven. Dat is hetzelfde als dat je ziet in Antwerpen en in Parijs in de Leiden. En die werkmannen die waren daar, het was bijna aan het kasteel, die waren daar om een beetje aan het werken. En in ieder geval daar een werkman, pardoef, pardaf, hier op de grond. En zijn vrouwke die was juist in verwachting van een baby. En de baby heeft de papa nooit gezien. Baby, die hebben hun kopjes bij elkaar gestoken en die hebben gezegd, wij gaan kleertjes bereiden en
mee te lopen en niet over die omheining willen springen. Dat is mij. Zo.